Ik kom net te vregen, weet je hoe fan van binnen, hè? Nee, liggen meer een honorevraag, ja. Inderdaad, dat klopt. Nou, intussen ben we Jochen hier verder. Ja. De collectie is aardig uitbreiden. Ik denk verdubbelen. Troleren hennen. Dat weet ik wel haast zeker. Dat ik die oude beelden niet eens even zijn had, dan weet ik wel zeker dat het verdubbel is. Ja, een unieke stukken bekam. Ja, inderdaad. Dit weer de allereerste sponsor van Heerenveen. En met dit logo erop, had hier nog in Nederland, of wij dan ook maar, dan word ik het graag op of is dat in Italië wij. Je woonde wel voor naar Italië, rieden, Sonje. Ja, nou dat hoorde dan in dit geval even net, maar in elk geval ik had hem kregen. En ik, uit de wet privacy vind ik het eigenlijk net toepasselijk, maar in elk geval, daar weer er. Daar wou ik toen in principe wel een moord voor doen. En dat had ik wel even dubbel, maar in elk geval, ik had hem kregen, ik heb hem bemachtigd, ja. Maar iedereen die hierboven komt, dat zou het hebben. En dit is eigenlijk privé, maar in elk geval je ben je nog te vallen, dus de hele wereld weet het nog. Die mat eigenlijk de voort eerst even vijen. Wie als vrienden, wie had wel netjes. En de ene had de matten en de andere had er wat doors voor te leiden. Het is eigenlijk dan een heel skin shirtje vanzelf. Ik heb Ron Jans vragen waar het HJ weer. Maar HJ is bij Ron Jans net eens bekend. Weet je het intussen al? Ik ben erachter gekomen, ja. En de eigenaar heeft me er zelf eigenlijk een beetje mee geconfronteerd. Op een gezellige jongen. Op een gegeven moment toen sprut die bewuste. Dragen die besputsmieter op oren op die jongen, werden het uitgerekend, wat ik op hem zin hier, werden het uitgerekend dat je het nou hier als doormatten fungeerde. En toen heb ik me eigenlijk een beetje schamen, want ik heb wel een hele grote respect voor deze man. En dat ik altijd hoor, en tot aan de dag van jou dan nou, ik hoop je ooit dat er bij RFV komt. En dat bleek dus Henk de Jong te worden, de normale trainer van Uzoren Clubke in Friesland. Fjouwman op het middenveld met Boussaïd, Gustafsson, Maher en Ramselaar. En het doelpunt! Het is gelijk een doelpunt! Nou. En het is Henk Veerman. Zit ik me net nog dwalen te horen, maar de opstelling van SCRV. Ja, mijn laatste wedstrijd. Ja, dat is al heel schokkelijk vanzelf. En het laatste heugt dit beste. Maar dat weer voor de laatste thuiswedstrijd Ajax thuis bij RFV. Nee, dit is dan net de RFV, maar dat normaal gesproken helemaal vlak vol met mensen zit die daar de beleving had. Ik mis mijn vaste maat. Hendrik de Vries, die al jaren en heren jonk mee zitten had op de tribune in datzelfde veld. Dat zoek nog wel hier voor mij. Dus wat dat belangt, ja, dit, de sfeer, de passie. En dan kunnen we de wedstrijd thuis al hier wel zien. Maar daar heeft die beleving net. Hey, alles wordt 30 keer herhalen, de VAR en neem het al hier maar op. Dat is geen voetballen. Voetballen beschouw je hier op het veld. Is het ook lastig om hier te komen momenteel? Nou ja, ik kom hier inderdaad zo vaak net meer. Nee, beslist net. En dat had er niks mee te steken dat ik daar emotioneel bij betrokken ben in die zin. Alleen er, ja, bepaalde dingen die snoe mist mij net alleen het voetbal, maar eigenlijk de hele sfeer eromheen. Dus met woorden worden de supporters, bestwa, heilig voor u. Ja, gouden mensen die we hier en her mee op stapbest binnen. Daar heeft weinig of geen contact met mij. Die mensen zitten echt helemaal geïsoleerd. Zo wat in de enkel voor een wedstrijd hebben we het al kwam als een beetje moerta. Vierde voor de rest, dat mis ik verschrikkelijk aboord vanzelf. En wat ik echt verschrikkelijk vind, is dat de club 100 jaar bestiert. En wat gebeurt er? Er gebeurt helemaal niks mee. José ze wel, want ik word er net emotioneel van. Maar dat is nevens mij net helemaal weer. Nee, heel diep, dat heeft goed, joh. Ja, inderdaad. Dat heeft wel goed, joh.